Ja, ik wilde heel graag een keer in jouw vlog. Ik heb vakantie. 3 weken. Wauw. En ik ga een espresso drinken bij George Clooney. Hoop ik dan, hè? Diep in mijn hart. Want? Nou, die heeft een huisje aan het Como-meer en daar ga ik ook heen. Oh? Dus ik hoop er misschien nog een glimp op te vangen van George Clooney. Wat leuk. En zo niet, dan heb ik het ook leuk. Neem je nog een vuilniszak voor me mee? Vuilniszak? Waar ga je naartoe? Ach. Kijk, we trapten, hè? Ja, ga maar eens even terug. Iedereen denkt dat jij heel lang bent, maar dat is helemaal niet zo. Kijk dan. Je staat gewoon op een ding. Zie je nou wel? Onthuld, jongen. Nou. En jij doet alsof je kleiner bent dan je bent. Ik heb even een bereik. Ja? Over 3 weken ben ik er weer. Dus je bent 3 weken van me verlost. Vind je ook dat Carmen niet op vakantie mag? Laat even een reactie achter in de comments. Ik zal je af en toe een foto sturen, goed? Ja, leuk. Oké, doe dat. Of een mini-vlogje. Ja, dat is nog veel leuker. Hier zit je aan vast. Oh. Het begon eigenlijk gisteravond al. Wil ik op bed leggen, dacht ik, stinkt. Poepluier tot hier, serieus. Vanochtend haal ik hem uit bed. Poepluier, weer zeg maar geknoeid naast zijn ding. Kom mijn moeder binnen, want die past op donderdag. Heeft de puppy schijt op de grond in de keuken. Echt zo'n bolus. Niet eens een schattig drolletje, maar echt dat je denkt, jee, maar hoe is het mogelijk? Til ik mijn kind weer op. Poepluier. Wat een shitdag. Die hond naar buiten, kinderwagen mee. Heeft die hond serieus weer gepiest binnen? Is Otis er doorheen gelopen met zijn loopkarretje? Dus dat. Dus ik was er even klaar mee. Hè? Hey. Hey Marco, wat doe jij hier? Ja, ik wilde heel graag een keer in jouw vlog, dus toen dacht ik, moet ik toch langskomen? Ja, snap ik. Ja. Henk Jan wil graag dat je zegt dat je langskomt voor zijn programma. Ja, nou dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Ja? Nee, oh, Martijn. Ik wil dat hij zegt dat hij de Alpe d'Huez op gaat fietsen. En aangezien wij weer met NPL Radio 5 Alpe d'Huez gaan verslaan, dat hij daarom hier is. Niet mijn programma. Nee, snap ik. Doet hij goed, hè, die sluikreclame? Ja, zeker. Ja. Ja, nou, het is ook voor een goed doel, dus dan is het eigenlijk een sluikreclame, dus dan mag het gewoon. Siep, we hebben een raadseltje. Ja? Laat even zien, de opgave. Oké. Dit is geen Frans. Nee, dit is een gevleugelde uitspraak van Siep. Zeker. Aan het eind van deze vlog krijg je de uitslag. Oké. Dus laat even weten in de comments wat jij denkt dat hier staat. Een beetje vent komt met een goed comment. Heel veel mensen kennen jou waarschijnlijk alleen in pak. Ja, klopt. Ja. Ja, staat erin of... Oké, wat vind jij van Marco zonder pak? Laat het even weten in de comments. Jij bent natuurlijk altijd verplicht om naar Radio 1 te luisteren. Ja, arme man. Ja. Nee hoor. Zeker? Nee, maar... Zullen we... Hey Ruud. Sorry dat ik stoor, maar ik heb even iemand meegenomen. Door hen meegenomen. Niet schrikken hoor, ik ben niet eng. Dit is Marco Verhoef. Hoi. Ruud, Marco. Hoi. Kun je even uitleggen welke weerapp je hebt? Met hem weet ik nooit. Ik zit niet in het complot, hè? Ik word hier zo zo'n vals krijg. Maar kun je het even laten zien? Hoe heet die weerapp? We hebben namelijk altijd ruzie over welke temperatuur het wordt. Wow. En hij zegt dat zijn weerapp beter is dan de NOS-verwachting. Ja. Ja, dat kan haast niet. Ja, nee, dat is de verkeerde. Ja, dat is de NOS-app. Daar is die aan. Maar tot hoever is het weer zeg maar... Oh, gaat hij zich geloofwaardig? En geloof me nou. Nee. Hij monteert alles eruit. Ja, dat weet ik. Wat er niet uitkomt. Ja. Alleen als hij zegt, je hebt gelijk. Kan je dit even zeggen? Je hebt deels gelijk. Vijf dagen, daar kun je echt wel wat over zeggen. Alleen als er in zo'n app staat, het wordt 15 graden. Dan moet je niet helemaal aannemen dat het op die dag ook echt 15 graden wordt. Dat zul je mij ook nooit horen zeggen. Nee, in die periode. Dan zeg je, het wordt tussen zoveel en zoveel. Precies. Nou jij weer. En jij probeert ons allebei gewoon in een bepaalde hoek te drukken. Ah, ik probeer dus een beetje uit elkaar te trekken. Nee. Dat is jammer. Waarheidsvinding, dat is wat ik hier doe. Jij bent je nu aan het doen, het is gewoon jaloers. Via een appje onze vriendschap op het spel zetten. Jullie kennen elkaar niet eens. Nu wel. Ja, dat is waar. Was jij teleurgesteld? Teleurgesteld, waarover? Je zei net, heb je je vlogcamera niet bij je? Ja, ik zag je filmde helemaal niet. Ik herkende je ook niet. Ben je dan teleurgesteld als je niet in mijn vlog zit? Oh, ga je dit echt gebruiken? Of doe je dit nu alleen maar voor mij? En dan straks zit daar alleen maar een snipper in met... Ik ken je al een beetje. Ik sluit het niet uit. Nee, hij staat ook helemaal niet aan. Dus je kan zeggen wat je wil nu. Zeg maar iets. Niemand ziet dit. Oké. Ik vind jou de beste nieuwslezer die we hebben bij de NOS. Dit zal dus nooit iemand weten. Nee. Dat is een beetje jammer. Oeh, snap! Awkward. Ongemakkelijk hier! Yeah. Ja. Ik geloof dat het toch in mijn vlog zit. Nou Siep, vertel even. Hij kan? Ja. Maar ik moet echt gaan nu. En door. Dag schatje. Vis. Nog een keer. Doe even brand. Kom maar op, doe even.